Brobby is weer zo'n speler. Die gaat naar het buitenland en dan roepen we allemaal, ja, dat moet hij doen. Nee, dat moet hij vooral nog niet doen. Wat zou jouw advies zijn geweest? Ja, jammer genoeg zie je het vaker bij Ajax, dat die jongens te snel weggaan. En ja, of dat dan vaak de beste keuze is. Nou, dat het verleden heeft uitgewezen dat het niet altijd zo is. Hè. Dus het ontwikkelen in de Nederlandse competitie is natuurlijk bij uitstek een competitie waar dat heel goed kan. En ik had Brobby veel liever een bepaalde periode bij Ajax gezien om te kijken überhaupt of die eerste spits kon worden. Ja. Want het is allemaal nog te vragen en het is nog zo jong. Wel een sterke jongen natuurlijk en ja, fysiek ijzersterk, maar hij moet alles nog bewijzen. Dus ik weet niet of deze keuze buiten het financiële aspect, of dit de beste is. Hij lijkt me heel lastig voor hem om nu naar het buitenland te gaan. Ja, gaat hij wel doen natuurlijk. Ja, wat hij wel gaat doen inderdaad. Ja, maar ja. Als je ziet waar hij nu staat, dan is er geen enkele club zeg maar, waar hij mee in verband wordt gebracht. Als je het hebt over Leipzig, als je ziet hoe die spelen in de spits. Het is bijna altijd met één targetman die ze dan hebben met een bewegelijke jongen eromheen. Nou ja, die bewegelijke jongen eromheen is hij niet. En die targetman, ja, hij is geen Yusuf Paulsen die 2 meter lang is en die ook 80 meter naar achter kan lopen. Hij had bij Ajax al problemen om ja, fysiek dat tempo 90 minuten lang vol te houden. Ja, ga dan lekker naar de Bundesliga. Ja, daar wordt eigenlijk nog een dubbele van je gevraagd, fysiek gezien. Dus dat gaat gewoon ontzettend lastig voor hem worden om daar meteen te gaan spelen. Ja? Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, wij kennen niet alle belangen natuurlijk. En dat is altijd, ik vind het moeilijk, weet je, om je daarin te verplaatsen. Wij kennen niet het aanbod wat er ligt van Ajax, het perspectief wat er hem. Nou, in dit geval heeft Ajax ons verzekerd, en dat geloof ik, dat ze echt alles gedaan hebben om hem te houden. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja. Maar hoe heeft hij dat ervaren? Hoe heeft Raiola dat ervaren? Zij kunnen er anders over denken. En dan is de keuze natuurlijk makkelijk als je uit je contract loopt. Oké, dan gaan ze verder. Ik vind het ook niet de meest logische keuze. Maar er zijn natuurlijk vanuit het kamp Brobby zijn er genoeg redenen. Dus zou het aantrekken van Halle er daarmee te maken hebben gehad? Tuurlijk. Ja. Zeker. Lijkt me ongetwijfeld inderdaad. Plus dat, nou, dat is natuurlijk ook al lang een discussie nu bij Ajax onder Erik ten Hag. Ze willen die aansluiting maken met de Europese top. Daarvoor investeren ze flink in de selectie. Maar als je gaat kijken naar de afgelopen jaren, zeker ten opzichte ook van de periode dat jij er nog werkte bij jonge Ajax en in de opleiding. Ja, is er een enorm verschil met hoe breed die selectie is en hoe makkelijk het is voor een jeugdspeler om uiteindelijk de stap naar het eerste te maken. Dus in die zin valt ook vanuit het perspectief van Brobby, ja, daar valt wel wat voor te zeggen, dat je dan zegt van, nou, ik weet niet of ik hier bij Ajax mijn minuten ga krijgen. Alleen, als je dan naar Leipzig gaat, dan ga je minuten ook niet krijgen. Ja, dan vraag ik me af of dat waar is, Leipzig. Of dat, kijk, Raiola lijkt me geen type, voor zover ik hem ken, die hem zomaar naar de Bundesliga brengt. Ik denk eerder dat Brobby Frankrijk of een zuidelijk land aangeboden gaat krijgen. Denk ik ook. Ja. Denk ik ook. En ja, dat is wel een jongen natuurlijk die nog enorm veel stappen kan maken, hè, gezien zijn voorwaarden. Dus ja, we gaan hem zeker nog wel, we gaan hem zeker nog terugzien. En ja, Malen is ook een mooi voorbeeld. Hè. Die ging ook op jonge leeftijd ging die naar het buitenland en kwam terug. Maar als je ziet waar die nu is, dat vind ik echt een mooie speler die snelheid en techniek, alles heeft. Ja, die is ook op jonge leeftijd is die gegaan, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het dan voorbij is. Nee. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Ajax-opleiding. Dat geldt ook voor andere clubs, zo bedacht ik me terwijl ik aan deze zin begon. Maar nou, die jongen van 16 jaar, van die Rijkhof, is ook zomaar weg naar Dortmund. Het was steeds lastiger voor de grote Nederlandse clubs om dat soort talenten te houden. Zeker. En het heeft ook wel een klein beetje te maken, vind ik persoonlijk dan. Ik heb dat ook meegemaakt. Je had vaak die gesprekken ook met die jonge gasten. Het geduld. Weet je, zij hebben niet meer het geduld om te investeren in zichzelf zonder dat ze direct eerste elftalspeler zijn. Dus ze willen toch wel heel graag meteen in dat eerste en dan maar eens kijken wat er gebeurt. Ja, je moet het verdienen. En dat verdienen, ja, dat kan ook wel eens wat langer duren. En dan zul je gewoon bij Ajax die trainingsprogramma's, die natuurlijk toch ook in die tijd dat ik er zat, dat is behoorlijk ook op het individu gericht. Dus al die aandacht die je krijgt, is natuurlijk wel een topopleiding ook in de wereld nog steeds. En daar komen echt gewoon hele goede spelers vandaan. En dus maar het geduld wat spelers dan op kunnen brengen om daadwerkelijk door te breken in Ajax 1, ja, dat kan ook wel eens even een jaartje langer duren. Dat geeft helemaal niet.